Yo guys, van den Naden, welkom terug op mijn channel. Welkom terug bij Uncharted The Lost Legacy, aflevering 12. Precies bij dit mooie stukje land, mooie stukje stad geëindigd. Het klein stukje meer was het. Er zat hier ook een papegaai, zeg maar, waar ik nu op sta met Chloe. Daar zat een papegaai op. Het was gewoon echt zo'n leuk en mooi stukje natuurgebied. En dan ga ik nu simpelweg verder. Verder waar ik ben geëindigd. Even kijken, hier staat Nadine en we hebben hier als het goed is een godin aanschouwd in de ending. Huh, look there, the queen and her handmaidens. Maybe these were the royal bards. Some statues of women for a change. Women actually played a big role in Hoysala's society, particularly the queens. Not surprised, with the kings and men going off to fight all the time. They were also involved in the fine arts, poetry, music, that sort of thing. Balua was their city, in a way. Lol, de eerste de beste meme die bij mij in omhoog komt is gewoon England is my city. Maar goed, laten we verder gaan. Dus geëindigd hier met Nadine. Geen enkele schat in de buurt, anders had de armband wel als een gek gaan ringelen. Ik zal het... Hey, vissen. Gruwelijk. Ik zal nogmaals even uitleggen waardoor er dus een vertraging is opgelopen in deze serie. Zoals jullie mij kennen, denk ik wel. Als jullie me al een tijdje volgen, ben ik een type YouTuber die natuurlijk let's plays maakt van juist dit soort games. Dit zijn de pareltjes van mijn kanaal. Hiervan moet mijn kanaal überhaupt bestaan. Van dit soort series, ja, trek ik mensen aan. Gewoon de meeste mensen kijken dit. En dit is natuurlijk alleen maar een DLC en voor een DLC scoort hij best goed in views. Maar los van dat, ik heb natuurlijk pech gehad. Iedereen kon deze shit al vroegtijdig uploaden, terwijl ik precies op launch een weekje op vakantie ging. Kon ik van tevoren natuurlijk ook niet weten, dus ja, daar baal ik een beetje van. En nu moet ik eigenlijk de game gaan vervolgen, terwijl die al voor 80% geheel op YouTube staat. Maar goed, ik maak er maar het beste van. Ik ben helaas nog niet zo'n grote YouTuber dat wanneer ik het ook upload, het hoe dan ook veel views krijgt. Ik moet het echt hebben van het begin, de populariteit van het begin. Dus aan de ene kant baal ik, aan de andere kant... laat ik maar gewoon gaan genieten van dit spel. En ik zie wel hoe vaak het wordt bekeken. Maar aan de ene kant is het enigszins zonde voor mij. Ik baal er gewoon een beetje van. Ook omdat ik me nu op dit moment, terwijl deze game nu opgenomen moet worden en Tomb Raider ook opgenomen moet worden, Destiny 2 is uitgekomen. Dus door dit gezeik loopt een beetje alles door elkaar heen en is het voor mij lastig om bij te poten, zeg maar. Maar ja, ik doe mijn best. Episode 12, The Lost Legacy. Laten we ons verdiepen in de story en gaan genieten van dit prachtige spel. Let's go. Oh, what on earth is this? Ik zag dat interactiepuntje hoor, maar ik wil even kijken wat dit is. Fraser, over here. Wauw. Het is prachtig. Het is echt prachtig. Zoals je ziet, mijn armband gaat, maakt geluid. Gaat heen en weer. Gaat rinkelen, wat je het ook wil noemen. Gaat ringen. Even kijken wat dit is. Waar kan ik interactie mee tonen? Wat is dit? Looks like a drum. It is a drum. They keep all sorts of things in here. Nou, het is allemaal van die oeroude, vet goed bewaarde items uit die tijd. Je hoort gewoon waar de treasure moet liggen. Ja, dan zou het hier aan de rechterkant moeten zijn en dat klopt ook nog. Je hoort precies waar dat gering vandaan komt. Dat soort gezoom is het bijna. Het lijkt een parfumflesje. En het is een parfumflesje. Nice. Wat hebben we hier? What do we have here? Incense? Or herbs? Harps. Zou beide kunnen. Ziet er wel goed uit. Ziet er wel goed uit. Voor de rest in de ronde zo. Niet nog meer items waarmee ik interactie kan tonen. Hè? Wel, toch nog eentje. Wat is dit? Dat is Sitar? Vina. It's the Sitar's distant ancestor. Maybe they gave performances in here. Ja, dan lijkt het wel op. Fucking nice. Nou, daar de drum. Hier hebben we nog een item liggen. What is it? What is it? Ancient Kannad script. Looks like stanzas. Could be poetry. This place a library? Seems so.
Op de een of andere manier haat ik Nadine's accent. Ik kan er niet tegen. Ik vind het gewoon kut. Ik vond het al geen leuke character in Uncharted 4 en het heeft het niet beter gemaakt, eerlijk. Oh, hier links zou een treasure moeten zijn. And it's true! Handgemaakte brooddoos. Oké, leuk brood. Ik zou hier niet graag mijn brood in bewaren, doen, maar goed. Prima. Nou, dan heb ik denk ik nu al alles gedaan hier en kan ik naar Nadine toe. Look at this. It's incredible. It's an altar of some kind. Looks like the king suffered dearly for their people. They weren't just protecting the tusk. Historians believe that it was a symbol of power and dominance, but I reckon they misunderstood. It was a symbol of their people, their culture. It was a symbol of them. What sort of this? Oh shit! Het dringt nu pas tot me door. Check it. Oh, kippenvel momentje, man. Holy shit. Wauw. Haar vader had al die tijd het ontbrekende deel. And he did. I can't let Asav get that tusk. No. No, we can't. Thank me after we get out of this alive. Hey, is het nou zo koud in die kamer of vind ik kippenvel het gewoon leuk om mij te plagen? Oh. Glad I brought this. Zo, mazzel dat ze hem er nog net uithaalt. Want anders had hij mooi nu in het symbool gezeten. Maar heel tof om te zien hoor. En wat een mooi moment eigenlijk dat Chloe nu dus er gewoon achter komt dat haar vader hier is geweest. En dat haar vader haar al die tijd heeft willen beschermen en haar daarom nooit over de Tusk of Ganesh heeft verteld. Het enige wat sneu is dat haar vader is omgekomen. Ja, door ook dit soort bandits, dit soort gasten, dit soort grafrovers die haar vader gewoon in koele bloeden hebben omgelegd. Through here. Waar wij ons er constant maar uit zien te vechten, Nadine en Chloe. Enigszins zuur, aan de andere kant ook weer heel onrealistisch dat twee vrouwen het dan wel overleven. Niks tegen vrouwen, maar gewoon in het algemeen. Maar ja, het is en blijft een game. En wat zetten ze het fantastisch neer. Laten we het daarop houden. Weer een prachtige locatie. Het is locatie na locatie na locatie die je gewoon... Magnificent. Doet verwonderen, elke keer weer. Maar hoe gaan we over daar? Een mooi fotootje. Nice. Ik zie daar... papegaaitjes zitten, als je heel goed kijkt. En er is natuurlijk ook gewoon... Quite a hard dive. But it looks deep enough. Ja, kan ik daar niet komen? Via de muren niet, hè? Kijk, als je goed kijkt, volgens mij is daar zo'n witte richel waar je aan kan hangen daar. Waar ik nu naar kijk. Ja, papegaaien daar, het lijkt zo'n typische schatlocatie, maar...
Volgens mij kan ik er niet echt komen. We moeten duiken. Super mooi die visjes. En schildpadden. Oh, visjes. Volgens mij zijn het pittige aanvalsvissies, jongens. Oh, hier is het, joh. Pak het op. Wat is het? Bronzen wierookbrander. Oké. Okay. Yo, wat is daar dan? Oh, wacht, wacht, wacht. Daar moeten we heen, man. Daar moeten we heen. Waarschijnlijk komen we er bij dit punt gewoon achter dat het dood loopt en dat we nergens anders meer heen kunnen. Maar wie weet kan je hier nog interactie tonen met iets, een standbeeld, een foto maken, dat soort dingen. Daarom loop ik hier nog even heen. Ik wilde het sowieso bekijken. Het ziet er wel echt heel vrouwelijk uit. Ik heb nog nooit eigenlijk zo'n vrouwelijk geposeerd standbeeld gezien. Meestal zijn het altijd van die saaie poses. Maar deze strike pose en pittig vrouwelijk. Nou ja, dan toch maar... waar we al in eerste instantie heen gingen. Okay. Oh, jij leeft ook nog. Mooi. Ja, dat komt altijd wel goed uit dat zij ook nog leeft. Zo zag het er eventjes niet uit. Damn, man. Locatietje weer on point, hoor. Ik besef me af en toe maar al te goed dat, jaren terug, ik Uncharted 1 nog mooi vond. Ik dacht serieus dat die game mooie locaties had. En kijk hoe hard ze zich dan in de loop der jaren hebben overtroffen. Dat is toch eigenlijk niet normaal meer. Ik hoor een schat hier. En er is een schat hier. Nice. Dank je. Wat is het? Het is een zandlopertje. Een zandloper uit... Ja, Jezus, man. Wat verwachten ze als Nederlander? Dat ik dat even smooth kan uitspreken? Dit ziet er ook weer zo typisch uit, deze locatie hier. Er is dan niks. Toch ook weird? Of toch wel? Er is beauty. Dat sowieso. En natuurlijk twee manieren om aan de overkant te komen. Copy that. Ja, nou leuk dat we daar naar binnen komen, maar hoe ga ik die sprong wagen? Aha, via daar. Oké, okay, let's go. Ik ga mijn best doen. Sprongetje. Oh shit. Thanks for going first, eh? You're welcome. Nice. Het gaat ook altijd maar zo sketchy net aan goed. Het is altijd hetzelfde liedje. Hey, een fotolocatie. Hi, you all right? Sorry, I just need to get my head back in the game and now we... Hey! Nadine Ross! What the fucking fuck? Oh my god. What the hell? Your head back in the game now? Oh, smarter! What the hell? Dit is letterlijk de eerste keer dat ik ooit een character zoiets belachelijks heb zien doen. Ben je niet met je vrienden op stap? Zit je gewoon een spel te spelen? Word je alsnog van het randje afgeduwd? Huh? Ik dacht dat alleen klootzakvrienden dat deden in het zwembad. Haha, lol, check me eens gaan.
Ik gooi in het water terwijl je het niet wilt en al 8 keer nee heb gezegd. Oké, blijkbaar naar Dean ook. Ik weet nou niet of ik haar nu grappig moet vinden of die juist extra niet mag. Het zal wel. Oh, we vervolgen het avontuur. Fuck jou, Nadine. Ready? I've got my eye on you. Dat is waarschijnlijk exact wat ze wil. Want negatieve aandacht is ook aandacht. Kind of a tight squeeze here. Oh, hello. Nice city you've got here. Zo, mooi oogcontact met de standbeeld. Elke keer bij het woord city denk ik aan die verlepte meme. England is my city. Aha! Ik weet niet of het jullie is opgevallen, maar nou staan we waar ik daadwerkelijk heen wilde. Net kwamen we daar van die trap vandaan. Moesten we deze afsprong maken in het water en hebben we ons een weg daar naartoe geleid, zeg maar. En toen dacht ik echt 100% zeker dat hier ergens een schat te vinden zou zijn. Maar het is blijkbaar gewoon een verhaal gerelateerd pad. Wat een mooie architectuur altijd, hè. Waarom nou precies aan het randje, wanneer ze overduidelijk veel verder kon uitkomen? Dit is waarschijnlijk een fucking mooi perspectief met al die steunpilaren. Laten we even naar kijken. Dat is eigenlijk precies wat ik dacht. Zo mooi. En zo vrouwelijk. Dit zijn letterlijk vrouwelijke standbeelden voor het eerst. Oh, dat is de eerste foto. Dit is de foto die ik niet eens kon terugkijken. Omdat Nadine me gewoon het water in tiefste. Nou, ik durf hier eigenlijk niet te zwemmen. En ik hoor een treasure in de buurt. Zo chill die armband. Je weet precies ook waar je heen moet. Griffioen kaarsenhouder uit Chalukya. Oh, mooie rondborstige dames, hè, jongens. Alsof ik het niet dacht. Oh. Whole place is dirty. Top of a doorway over here. That'll work. Okay. Easy does it. Now, what? Got water in my ears. I hate that. Dit zijn I wouldn't give for a towel. Echt van die jumpscare plekken. My God. Man. At this point, I've run out of words. Holy goddamn shit. Does work? Jesus. What on earth is this place? A throne room. Place to hide a magnificent bejeweled tusk. Let's hope so. Ongelooflijk, alles is onder water gelopen. Het is zo mooi. Holy shit, maar hoogstwaarschijnlijk kan ze die elementen in haar handen wel weer bewegen. En is het een heel mechanisme achter dit standbeeld. Een staf. Daar nog iets. Lijkt op peper en zout vaatje. Are these stairs going up? But they're mostly broken. I'll have to find another way up. Kan ik niet hier staan en een foto maken ergens? Shit. I just realized something. I think I know what it is. That we're gonna need that disc soon. Exactly. Well, not much we can do until we find Asav. Or until he finds us. Exact wat ik dacht. Dat je vanaf dit punt een foto kon maken. Kleine fout in het spel ontdekt ook. See your way up? Looking. Dat is namelijk dat ik hier niet overheen kon rennen vanaf de andere kant, maar wel zo, zie je? Try
versje gevonden. Vet mooi mes, zoals je ziet. De Bichwa Dolk. Maar wat betekent dat er hier dus... om en nabij dit gebied nog een schat moet zijn. Want er stonden vraagtekentjes boven. Dus dat betekent dat we de andere hebben gemist. En inderdaad, hier is hij ook. Een flesje? Het is een flesje van Jadiet of zo. Jadiet? Ik zou het niet weten. Maar er is dus nog een schat, want dit was weer de schat daaronder. Dat zou betekenen dat hier ook iets zou moeten zijn. Wow, dat is die staf. Ja, er zal hier vast iets zijn, maar waar? Kunnen we dit beklimmen? Dat kan zeker. Over here, Nadine. Oh, copy that. Ik hoor hier ook de treasure location. Dat kan niet kloppen. Dat kan niet kloppen. Hier is namelijk niks te vinden. Ah, now we're getting somewhere. I see a few more of those cranks around the chamber. Hey, holy shit. Now what's that up there? One thing at a time. Right. Wauw, ze hebben ook slangen om de nek en shit. Maar ik heb daar de schat in ieder geval gevonden. Maar hoe ga ik daar komen? Even kijken, wat gebeurt er als ik dit doe? I'll give this a spin. Hand is moving. Be more specific. Right hand. Lower. Right hand. Alsof ik zelf geen freaking ogen heb. She's enormous. But I just now noticed that Shiva's got a king cobra for a necklace. Oh, whoa, 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 yeah, yeah, yeah. Now what? Well, there's got to be more to this. Just need to figure out what it is. Dat hele optionele gesprek viel weg omdat ik mijn sprong al maakte. Meen je dat nou? Dus je kan hier nu niet meer over praten. Wat is dit nou voor bullshit, Nadine? Nou, ik weet in ieder geval wel dat daar vast en zeker iets te vinden is. Coming? I'm going to search the other side. Okay. Nou, cool dat ik dit wel heb gevonden, maar dat optionele gesprek weer. Waarom gaat dat dan helemaal zo erg weg? Jezus. Dit is dus weer een andere treasure. Ah, there's another crank up ahead. Zo vet dit. Okay, I better get a move on. Ik hoor het, ja.
Kijk, wat is dit? Dit is een gouden... Ik las echt Coca-Cola oorbel, weet je dat? Go, 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 go. Destroyed my pants. Wow. I can see my house from here. Waarom doet dit wijfie nooit gekke yoga op dit soort hoge punten? Dat was namelijk ook een trofee. En ik weet dat ik die hoe dan ook heb gefaald. En ik weet ook dat ik hoe dan ook nog straks via rechts moet. En daar waarschijnlijk dan dus ook schatten zal vinden of iets. In ieder geval eerst interactie tonen dan maar met deze kant. Ja, kijk, we activeren hier het water. Wow, that's cool. I did. I'll be right down. Hoe gaan we dat doen, Chloe? Nicely done. Thank you. Dat ging net goed, kan ik je vertellen. Wat hebben we hier bijvoorbeeld nog? In deze ronding zou daar ook nog een treasure zijn. Wat, het is fucking mooi. Wat de hel is dat dan? Het is zo groot allemaal. Ik kan het me bijna niet eens voorstellen hoe groot het allemaal is. Nou, in deze begroeiing ga ik niks aantreffen. Ik hoor af en toe geluiden in de background waarvan ik heel erg hoop dat het dieren zijn en niet van die rare schatbewakers zoals in alle andere Uncharted delen. Want dat vind ik altijd toch wel een erg creepy gedeeltes. Sowieso is deze schatkamer het laatste wat ik doe in deze aflevering, anders wordt die simpelweg te lang. Aha! Here we go. Okay, I've got this one. Ah, ik noemde het een peper- en zoutvaatje, maar het is dus gewoon een drum. This one's like the trident. Time to move. Leuk dat het tijd is om te gaan, maar er is hier een schat in de buurt. Oké, wat is dit? Het ziet er fucking mooi uit. Wat is dit? Mangtika voor bruid. Maar waarom heb ik nou toch twee treasures gemist? Waar de fuck had dat zich moeten bevinden dan? Zie ik daar nog gewoon in de verte een treasure? Ja, man. Daar. Wat is dit voor treasure, Ogi? Ik ga er nog heen ook.
Hier was al die tijd een schat. Lekker pik. Dobbelsteentjes. Kijk, dit is in ieder geval, die behoort tot een van de vraagtekens. Wat betekent dat ik er nog maar één mis? En dat zou dat dan aan die kant moeten zijn ergens. Maar het is echt een weerwar, jongens. Ik hoor hem. Holy shit, ik heb gewoon niet voor niets gezocht. Wat vet. Ja, ja, dit is het bronzen medaillonflesje. Precies het vraagtekentje wat ik nog miste. Lijp shit. We hebben hem gewoon gevonden, hoor. Oké, nou kan ik dus naar de rechterhand. El perfecto, por favor. Ja, Jesus, hou op met tips geven. Ik was gewoon even naar treasures aan het zoeken die jullie verdomme zelf in je spel stoppen, Naughty Dog. Laat me dan ook even gewoon rustig rondgluren. Als er dat trappetje op gaat, heb ze wel een cute kontje, hoor. Wijfie wel. Nadine staat hier ook letterlijk wortel te schieten. Wat sta je nou te verstoppen in die jungle, Nadine? Oké, de rechterhand hebben we in ieder geval wel al geactiveerd. Dat heeft Nadine gedaan. En nou moet ik binnen een bepaalde timing het andere wiel zien te activeren. En dan het water laten lopen ofzo. Het ging om die. Even kijken. Nou, dit ging net goed. Erg riskant. And now we turn the water on for this side. Nice. En nu, wat hebben we bereikt met deze joekel van de kamer? Now we've got water running down both sides. Look. Shall we? Look. Het ziet eruit als een trap, ik vertrouw het niet. Rustig eromheen lopen. Nadine die er bovenop staat, rats meteen dood. Nee, het is niks. Het is helemaal niks. Daar kunnen we heen. Dat ziet er ook heel episch uit, gaan we ook zeker heen. Dit is waarschijnlijk dan de andere kant van het water. Yup, want dat is een heel mechanisme wat in elkaar overloopt natuurlijk. Heel gangenstelsel. Dit ziet er al heel mooi uit. Hey, even wachten. Even je ID laten zien. Is dat het? We'll find out in a moment. Hieronder is nog steeds iets wat eruit ziet als een kompas. Wat er fucking gruwelijk uitziet. Dat. En ik ben benieuwd wat dat voor waarde heeft. Het ziet er allemaal uit als bloemen eromheen. Ik vind het sowieso echt een hele mooie kamer. Ja, zie je? We kijken er inderdaad naar. The light is shining on that statue across the way. Jeetje. When the Hoysala want to protect something, they don't do it halfway. Come on. Ze gooit ook effies dat touwtje erheen, zo van ja, prima pik. Bam.
all this then? Dit is in ieder geval iets wat ik ga uitchecken in de volgende episode. Ik ga jullie bedanken voor het kijken naar The Lost Legacy aflevering 12. Dit was een fantastische aflevering. Alle treasures hier gevonden, alle geheimen tot nu toe ontdekt. En in aflevering 13 vervolgen we snel het verhaal, want wat is het toch mooi. Tot volgende guys, peace.